Nou, hallo. Wij zijn aangekomen op dag 7. We hebben de eerste week hebben wij erop te zitten. En ik heb van sommigen van jullie al hele mooie foto's gekregen. Via de WhatsApp kan je mij bereiken. En je kan ook in de speciale WhatsApp-winkelgroep. En als je dat nou leuk vindt, dan moet je even mijn telefoonnummer opzoeken op mijn website www.lumeria.nl. En elke dag vertel ik tot wij helemaal klaar zijn met ons mooie pakket. Ik heb gewoon hier ook een pakket neergezet. Gaan wij elke dag ga ik met jullie een steen uitpakken. Dag 7. Doen jullie dat ook? Eerst even voelen. Wat zou erin zitten? Voelen, 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 voelen. Oh, nou ben ik ontspannen. Wat zou erin zitten? Jullie moeten bedenken dat ik 5 adventpakketten heb gemaakt. En ik zie deze en dan denk ik, dat was toch een ander nummer. Maar dat was van een ander pakket. Ik dacht nu al, oh ja, dat is dit pakket. Dit is een rozenkwast. En de rozenkwast kan in heel veel verschillende vormen in jouw pakket zitten. De meeste zullen zoiets zijn. Vierkant of een beetje rond. Sommigen hebben een klein hartje. Dat had ik niet meer. Ik denk dat ik ook een paar healing points erin gedaan heb. Als je dan en een labradoriet en een rozenkwast healing point en dan nog straks een ander, heb je helemaal mazzel. Maar ik geloof niet dat dat voorgekomen is. Wel een hartje. En een hartje, want de rozenkwast was op een gegeven moment ook moeilijk te krijgen. Hebben we een hartje van gedaan. Als jij nou wat anders dan zo'n mooie brok hebt, of kleine steentjes, kan ook. Hebben we ook een tijdje gedaan, kleintjes. Dan, ik ga jullie straks ook nog een filmpje, ga ik hier, dag 7, moet ik zelf onthouden, want als ik dat op YouTube doe, dan plak ik van alles erbij in de linker of de rechter bovenhoek, of van die dingetjes, en dan kan je denken, maar dat is leuk, klik je op, en dan ga je dus naar het volgende filmpje toe. Ik zal dus in een van die bovenhoeken, Lumeria beveelt aan, of zoiets, zal ik een grid laten zien hoe dat werkt. En dat kan je dus ook heel mooi doen met, kijk, dat is zo'n houten plaatje. Sorry, stenen. Ik heb hier een piramide op. En deze zitten helemaal, ze zijn echt helemaal in chaos. Dus ik moet echt mijn gridje even weer maken. En dan leg je die steentjes er gewoon op een bepaalde volgorde neer. Waarvan jij denkt, dat vind ik leuk. Dat noemt men een grid. En wat doet het dan? Dan stuurt het als een bosje bloemen je energie door de hele kamer. En dan kan je, als je nou niet zo'n piramide hebt, dan is deze rozenkwarts ook een hele mooie om. Ik ben nog steeds aan het strooien, lieve mensen. Dan kan je ook de rozenkwarts in het midden leggen. Dat is ook mooi. Rozenkwarts is de steen van liefde. Hij geeft jouw liefde. Maar als jij die bij je hebt, dan straalt hij liefde ook uit naar andere mensen. Hij is een hele zachte reiniger van jouw energie. Dus alles wat dan toch nog een beetje binnenkomt, daar zorgt de rozenkwast voor dat het ook in liefde getransformeerd wordt, noemen wij dat. Dus als je een beetje verdrietig bent en een beetje liefde nodig hebt, dan pak je die stenen bij. In het boekje kan je dat ook weer opzoeken. Dit was weer een lang filmpje, sorry jongens. En meisjes, rozenkwast. Ik ga hem toch voorlezen hoor. Rozenkwast, ja. Kijk, hier zie je dat ook heel mooi. In het boekje kan je dat vinden. Allemaal verschillende soorten stenen. Hier met een mooi hart, mooi groot hart. En hier knuffelstenen, ook allemaal rozenkwast. Want het is gewoon een hele mooie steen. Wat vertel ik in het boekje? Ik geef je liefde. Ik koester je en ik ruim zachte, verdrietige energie op. Het verdriet wat je nu, wat je, wat het verdriet wat het leven in je bracht, is ben je al heel oud, heb je heel veel verdriet gehad. Die rozenkwast kan alles aan. Misschien ben je heel jong en heb je ook al heel veel beleefd. Die rozenkwast kan alles aan. Het verdriet
Wat het leven je bracht, mag ik nu aan de engelen geven. Je transformeert zachtjes tot jouw liefdevolle zelf, verbonden met aartsengel Gabriël. Hele lieve engel. Nou, ik wens jullie een hele mooie dag en graag tot morgen.